De Nederland S&P is niet meer veilig. Er liggen gevaren op de loer waar nog niemand enig idee van heeft. Gevaren waar vrijwel iedereen bij betrokken zal zijn. En onder andere ook mijn geheime organisatie, genaamd Sicko. Sicko moet echter groeien om sterk te staan. Want hoe meer man, hoe sterker. En ik besloot 2 nieuwe leden te recruteren. Als allereerste lid, niemand minder dan de welbekende detective Honky. We gaan naar de wc. Hallo daar. Goedemorgen. Hey. Hallo daar. Wat doe je in mijn huis? Ik wilde even praten. Oh. Oké. Okay. Is dit een rustige plek waar we kunnen praten? We kunnen ook even boven. Is goed. Meneer Honky, ja. Is het toch? Dat is correct. We hebben u de afgelopen tijd een beetje zitten bekijken. En we zagen uw detective skills. Die best wel opmerkelijk en toch wel goed bleken te zijn. Dank u. Dus daarvoor mijn complimenten. Hey, en dankjewel. U vroeg zich inderdaad al af wie zijn wij. Wel, ik ben van Sicko. De geheime organisatie binnen de Nederland S&P. Die zorgt voor van alles. We zijn met allerlei dingen bezig. En dat is ook wat mij bij u brengt. Oké, wat ga je met me doen? Ik heb niks tegen jullie gedaan, nee, toch? Nee. Geen zorgen. Ik heb een aanbod. Een aanbod? Wij willen namelijk jou bij Sicko. Jouw detective skills, wij waarderen dat bij Sicko. En we denken dat jij een enorm goede toevoeging zou zijn aan onze geheime dienst. En we hebben al een hele organisatie opgesteld met allerlei grote machten binnen de Nederland S&P. Wow, wat? Dit klinkt heel heftig allemaal. Jij kan daar een deel van zijn. Wat wil ik? Wij bezitten als enige in heel de S&P de technologie om onze naam ook te laten verdwijnen. Voor volledige anonimiteit. Oh. En we denken dat jij best een goede toevoeging zou kunnen zijn aan ons team. Denk er rustig over na. Ik ga er even over nadenken, maar ik moet zeggen, dit geheimzinnige gedoe, dit mysterieuze, je complimentjes. Het klinkt eigenlijk best aantrekkelijk. Denk erover na wat je wilt. Het is niet een clan, dat is vooral belangrijk. Want Iedereen kan het masker dragen. Ik wens u nog een fijne dag en u weet ons te bereiken. Dat zal ik doen. Doei, mysterieuze man. Naast Honky had ik een tijdje geleden ook nog iTeun benaderd. Hij had eventuele interesse in het joinen van mijn organisatie. Dus ik kwam nog eens bij hem terug. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Is dit al het moment? Of in ieder geval het eerste Sicko moment? Want u had nog nagedacht over Sicko? Ik heb inderdaad nagedacht over de keuze. Want u bent een keer bij mij langsgekomen. Met het idee om Sicko te joinen. Ja. En ik heb daar inderdaad goed over nagedacht. En het leek voor mij een hele mooie kans om die toch te gaan pakken. Dus ja, ik kan redelijk goed, zou ik mensen kunnen prikken. En als Sicko zijnde is het natuurlijk belangrijk om sommige taken waar mensen willen, geheime taken, om die op te kunnen lossen. En soms moet er ook bij geprikt worden. Zeker, zeker. En ik denk dat ik daarbij in ieder geval een mooie invulling kan zijn. Mensen, wil ik u vragen om dit boekje te tekenen. Dit is gewoon om Sicko en eigenlijk vooral mij als lid te beschermen. Daarmee ga je akkoord dat je niet mijn identiteit en natuurlijk bovendien niet onze Sicko-organisatie in het open licht brengt. Dat begrijp ik volledig. Ik zal voor jou de Sicko-contactpersoon worden. Bij deze en zal ik de masker voor u afzetten. Ryan, hallo! Ik blijf wel in mijn pak. Ik ben inderdaad de persoon achter Sicko. Dus bij deze, hallo! Hallo Teun! Hallo! Sicko wordt steeds groter. En toen had ik van jij als Teun zijnde, ik weet niet, ik vond jou echt wel een nodig lid bij Sicko. Dus bij deze, hallo Teun! Hallo! Hallo! Dit is even schrikken zo van die rare. Ja, kijk. En dan ben je ziek Ryan voor me. Het ding is, ik heb mijn PNB's, mijn prachtige nutteloze bakstenen,
puur als afleiding. Mensen denken, oh, een persoon, hij kan niks. En baksteden, wat noob en zo. Maar achter de schermen. En eigenlijk zoveel meer dan mensen zich ooit kunnen voorstellen. Met onder andere dus deze geheime organisatie. Waar jij nu zometeen lid van gaat zijn. Ik nam individueel zowel Honky als Steun mee naar de grote Sicko-inwijdingsberg. Deze twee officiële join-momenten en hun eerste reactie op de geheime basis ga je nu van beide zien. Hallo? Goedenavond. Goedenavond? Nee. Het is eigenlijk middag, hè? Shit. Ja, eigenlijk wel. Maar... Kijk eens aan. Hallo. Het is je gelukt om er te komen. Het is me gelukt. Ik zag dat jij het contract al ondertekend had via Discord. Ja. Je had dat goed doorgelezen en alles. Ja. Heb je toevallig je pak al bij je? Nou, speciaal voor jou. Voor mij nog wel. Ja hoor. Daar is hij. Het allereerste, nou ja, lid van Sicko dat Teun heet. Je bent het eerste lid van Sicko dat Teun heet. Niet normaal. Ik heb al dit officiële boekje. Oh, nog een boekje. Om het allemaal officieel te maken. Oké. Hatsi! Kijk eens aan. Het boekje is officieel. Beste Teun, beste iTeun! Welkom bij Sicko. Dankjewel. Oké, het is tijd om naar onze geheime basis te gaan. Hey, dit is de basis. Wat vind je ervan? Dit is de basis. Ja, hij is mooi toch, hè? Ja. Oh, Creeper! Oh, oké. Ik ben niet welkom in de basis. Dat was... Nee, oh, blijkbaar niet nou. Gelukkig is hier niet de basis. Oké, volg mij! Welkom bij de echte Sicko basis. Oh, my lord. Dit is de Sicko basis! Ja, dat hier eigenlijk. We hebben zelfs een laboratorium hier. Vet hoor. Zo. Ik wist überhaupt niet dat er een baas was. Laat staan zo'n ontzettend grote baas. Ja, zeker. Ja, dat weten niet veel mensen inderdaad. Ja, hier kan naar beneden voor de villagers. En hier hebben wij dan hier hebben we meerdere vergaderingen al gehouden. Mm-hmm. Aan deze tafel. Oké, kom even mee naar het lab. Het lab? Het laboratorium. Ga je hier een speciale diamond van maken? Mm-hmm. Als ik dit hier doe... Oh. Oké, wacht. Ja, volgens mij is die goed zo. Voor jou, iTeun, hier, de Sicko Diamond. En zo had ook iTeun een Sicko Diamond waarmee hij zijn username kon hiden en volledig anoniem kon gaan. Beste Tom, wil jij Sicko joinen? Oh. Ik wist niet dat je dat ging vragen. Door het ondertekenen van dit boekje boor jij, Honky, bij Sicko. En ga je akkoord met de voorwaarden destijds gestuurd via Discord. Oké, dat is fijne. Kijk eens hier. Yeah, boy! Kaboom! Het is tijd. Is het tijd? Om naar de Sicko-basis te gaan. Het is tijd voor Sicko. Krijg ik daar ook mijn Sicko-outfit en mijn Sicko-stem? Ja. Oh, dus daar nice! Daar gaan we nu heen. Waar is de ingang? Hier. Wat? Kijk. Oh, ik dacht dat ik moest zoeken. Wow! Welkom in onze Sicko basis! Oh. Volg me rustig. We hebben zelfs... Oh, we hebben er echt heel veel. We hebben eentje met een portal, een beetje hier. En nou ja, dit is hem. Hier. Ja, hier zitten we zo'n beetje al te vergaderen. Zo hier zo. Dat is je lief, nee, dat was een grap. Oké. Welkom! Bij de Sicko basis. Wow. Hiermee kun je hem weer sluiten. Heel ziek. Verschillende gangen. Oh shit. We hebben villagers. Een hele villager uitrusting met allerlei dingen. Mending voor één. En we hebben allerlei dingen hier. We hebben zelfs een mini bioscoop room. Echt zeer aan te bevelen. Echt? Ja. Wow. Je hebt hier gezeten. Oh, volgens mij was dat... Leeg of... Ik weet het niet. Een Sicko Fontein zelfs? Een Sicko Fontein, gast. Het is echt niet normaal hier allemaal. Niet normaal. Gewoon een fontein. Nou, daarnaast bij deze dan... Hier heb je je pak, zo. Als het goed is, kan je hem nu aandoen. Oh, wauw. Wacht, doe even deze uit, hoor. Om... Zo, even aankleden. Dat is goed uit? Ja, dit is ziek. Ja.
Ja, dit is ziek, gast. Ja. Yeah. Oké, okay, dit is nice. Honky. Ja. Doe je voice changer aan. Welkom. Wat een voice changer. Als het goed is, zit hij bij het pak. Een soort van knopje op je masker. Kan je aanklikken? Oké. Okay. Probeer maar eens. Oh. Ja? Hallo. Welkom bij Sigon. Niet oké, sicko. Sicko. Nee, dan heb ik voor het hele verkeerde voorbereid. Ja, nou ja, ik heb wel een keertje. Rusland verstond ook een keertje fout. Toen heb ik een uur lang ben ik bezig geweest met een glasvezelkabel daar aanleggen. Dat lukte niet zo goed. Uiteindelijk hebben ze me ook niet betaald. Het was echt een pijnlijk moment. Een duistere historie van Sicko. Dus. Oké, dit is. Uitspraak is ook belangrijk. Ja! Honky, het is tijd om jouw officiële injector te krijgen. Ik weet nog niet of hij werkt. Misschien moet ik er nog een keertje aan sleutelen. Kan ik hem eigenlijk al. Oké. Oh, wou jij dit doen? Ja, eigenlijk wel. Oké, ja, kom hier. Nee. Oké. Zo. Die kant op, dat weet ik wel. Mijn brein is goed. Oh, jij weet hoe je vanaf hier moet komen? Of waar loop je nu heen? Want... Naar de brug. Hier, ja. Oh, ja. Dat is het zelf alweer vergeten. Nee, ik ging naar een andere brug meestal. Maar deze brug kan ook. Niet helemaal waar ik inderdaad heen wou. Kan ook, ja. Ik weet niet eigenlijk naar waar we zijn. Ik ga verder aan het Sicko Space Station. Nee, net trouwens, dan is het niet meer geheim. Nee, dan is het niet meer geheim. Het super secret Sicko. Want als er secret bij staat, dan weten mensen het automatisch niet meer, weet je. Oh ja, dat is wel waar. Ja. Heb je het allemaal een beetje meegekregen trouwens met Zwitserland en Rusland nee. En zo? Oh, echt niet? Nou ja, ik hoorde wel van iemand dat er een bank overval is geweest. Oh. Wat is dit? Hallo? Hey, hallo! Hallo! Ik ben gerend of zo. Hebben jullie een drankje voor mij? Hebben jullie een drankje voor mij? Ik denk het wel. Kom maar mee naar mijn shopje. Laat me even kijken of ik hier... Ik heb hier een vloeibare baksteen. Misschien kun je daar iets mee... Dat klinkt niet gezond. Dan kun je drinken. Dat is lekker toch? Meer. Wat was er aan de hand met Ixion? Je ziet het in de volgende aflevering.